In het vorige deel hebben we bekeken hoe we veel termen kunnen optellen en aftrekken. In dit deel gaan we kijken hoe we veel termen kunnen vermenigvuldigen. Dus een toeterm vermenigvuldigen met een veelterm. Ik heb dus 3c, wat een eenterm is, maal 2a plus 3b, wat een veelterm is. Nu, hoe beginnen we daaraan? Je weet dat de vermenigvuldiging distributief is ten opzichte van de optelling en ook ten opzichte van de aftrekking in Q. Dus ik kan die 3c gaan vermenigvuldigen met 2a en daarna 3c gaan vermenigvuldigen met die 3b. 3c maal 2a, ik vermenigvuldig de 3 met de 2, dat is 6. En die c met die a, dat is ca, maar ik noteer die in alfabetische volgorde. Zo krijg ik 6ac. 3c maal 3b, het teken plus maal plus blijft plus. 3 maal 3 is 9 en c maal b is cb, maar ik noteer die alfabetisch, dus plus 9bc. Dus om een eenterm te vermenigvuldigen met een veelterm, vermenigvuldigen we die eenterm met elke term van de veelterm en tellen we de bekomen producten op. Nog enkele voorbeelden. 2a maal 3a tot de tweede plus 4b min 5 is dus 2a maal 3a tot de tweede plus 2a maal 4b min 2a maal 5. En ik werk dat uit. 2 maal 3 is 6. A maal a tot de tweede is a tot de derde. 2 maal 4 is 8. A, b. 2 maal 5 is 10. En ik noteer de a erachter. Dus goed onthouden, om een eenterm te vermenigvuldigen met een veelterm, passen we eigenlijk de distributieve eigenschap toe. Dus nog even een oefening om het duidelijker te maken. 2 maal a plus 4. Ik ga dus eerst 2 met de a vermenigvuldigen. Dat is dus 2a. En dan de 2 met de 4. Eerste teken. Plus maal plus blijft plus. 2 maal 4 is 8, dus plus 8. Hier ook. Min a maal tussen haakjes b plus 5. Eerst de min a en de b, het teken, min maal plus is min. Coëfficiënt 1 maal 1 is 1, hoef ik niet te schrijven, ab. Dus min ab. Min a maal plus 5, eerste teken, min maal plus wordt min, 5a. 3x maal 4x plus 7, dus eerst 3x maal 4x. Teken, plus en plus blijft plus. 3 maal 4 is 12. X maal x is x tot de tweede. Dus 12x tot de tweede. Dan de 3x vermenigvuldigen met 7. Eerste teken, plus en plus blijft plus. 3 maal 7 is 21. Maak er een gewoonte van. Het moet altijd hetzelfde regeltje zijn wat je aftrankt. Teken, coëfficiënte, lettergedeelte. Teken, coëfficiënte, lettergedeelte. En we herhalen dat constant. Dus 4 min 5a tussen haakjes maal 3. Ik vermenigvuldig eerst de 4 en de 3. Plus maal plus blijft plus. 4 maal 3 is 12. Min 5a maal 3. Min maal plus wordt min. 5a maal 3. 5 maal 3 is 15. Dus min 15a. 4c plus 2 tussen haakjes maal min 2c, ook hier weer. 4c maal min 2c, eerste teken, min. 4 maal 2, 8. C maal c, c tot de tweede, dus min 8, c tot de tweede. Hier ook teken, min 4c. Iets vlotter hier, min 3b maal 4b tot de tweede plus 3b plus 1, eerst deze 2. Min 12b tot de derde. De volgende. Min 9b tot de tweede. De volgende, min 3b. Goed, we weten nu hoe we een eenterm moeten vermenigvuldigen met een veelterm. Nu gaan we ook kijken hoe we een veelterm vermenigvuldigen met een veelterm. En we nemen als voorbeeld a plus b maalt c plus d.
Wel, eigenlijk kunnen we die A plus B opsplitsen in de term A en de term B. En we gaan iedere term apart vermenigvuldigen met die C plus D. Die C plus D gaan we dus even beschouwen als één geheel. Ik ga dus die A daarmee vermenigvuldigen. Dan krijg ik dus A maal C plus D. Hier staat alvast de plus, omdat tussen die A en die B ook een plus staat. Nu ga ik de b vermenigvuldigen met het geheel en ik krijg dus b maal c plus d. Nu zien we hier een eenterm maal een veelterm en opnieuw een eenterm maal een veelterm. Dat kunnen we reeds, want we weten dat we dan de distributieve eigenschap moeten toepassen. Dus ik ga die a vermenigvuldigen met die c, dan krijg ik ac, a met de d, teken plus ad. Hetzelfde doen we bij het tweede deeltje, dus plus bc plus bd. Dus een veelterm vermenigvuldigen met een veelterm, hoe doen we dat eigenlijk? We gaan iedere term van de eerste veelterm met iedere term van de tweede veelterm vermenigvuldigen. Nadat we dat gedaan hebben, gaan we de bekomen producten optellen. Als het mogelijk is, herleiden we altijd. Even kijken wat dat geeft. A plus 3 maal 2b min 5. Dus ik begin met de eerste term van de ene veelterm met de eerste term van de tweede veelterm. En dat geeft mij 6a maal 2b. De eerste term van de eerste veelterm maal de tweede term van de tweede veelterm. En dat geeft me min a maal 5. Hier gaan we verder, dus 3 maal 2b en tenslotte min 3 maal 5. Ik werk dat verder uit en ik krijg 2ab min 5a plus 6b min 15. Je ziet dus, iedere term van de eerste veelterm vermenigvuldigen we met iedere term van de tweede veelterm. Ik krijg dus 4 aparte producten. We doen dat nog eens. 2a plus 4 maal 6a min 3. Dus 2a maalt 6a, maar we gaan nu iets vlotter. Dat geeft 12a de tweede. 2a min 3 eerste teken plus maal min is min. 2 maal 3 is 6. Ook hier weer. 4 maal 6a, eerste teken, plus maal plus plus, 4 maal 6, 24a. En het laatste, plus maal min, 4 maal 3, 12. Dus ook hier weer teken, coëfficiënt, lettergedeelte. Hier zien we dan nog dat ik 6a en 24a, dat dat twee gelijksoortige eentermen zijn. We onderstrepen die. Hadden we al opgemerkt dat we dat deden omdat we dan minder fouten gaan maken. En ik kan die dus optellen en dan krijg ik dus 11a tot de tweede plus 18a min 12. Dus hier hebben we het hele verhaaltje gedaan. We hebben eerst vermenigvuldigd, de bekomen producten opgeteld en tenslotte herleid. Dus een paar oefeningen. A plus b maal 2a plus c geeft mij dus 2a tot de tweede plus ac plus 2ab plus bc. Er is niets wat ik kan herleiden, dus de oefening is af. 2x tot de tweede plus x tussen haakjes maal min x tot de tweede plus 1, altijd hetzelfde. Eerste met de eerste, dus min 2x tot de vierde. Eerste met de tweede, plus 2x tot de tweede van de eerste met de eerste van de tweede, min x tot de derde. En tenslotte die 2, plus x. Ook hier kan ik op zich niet herleiden, maar de afspraak is dat als het kan, dat we die ook gaan rangschikken. En ik zie dat deze twee nog niet juist staan. Dus ik noteer nog eventjes de gerangschikte veelterm. De einduitkomst is dan min 2x tot de vierde, min x tot de derde, plus 2x tot de tweede, plus x. Nog een laatste oefeningetje. 2 plus 3i maal 3i tot de tweede plus i plus 4.
Nu heb ik hier een 2-term en hier een 3-term. Ik moet die 2 dus met iedere term gaan vermenigvuldigen en die 3. Dus ik ga 6 verschillende factoren krijgen, of 6 termen. 2 maal 3i is 6i tot de tweede. 2 maal i is 2i. En 2 maal 4 is 8. 3i maal 3i tot de tweede is 9i tot de derde. 3i maal i is 3i tot de tweede. En 3i maal 4 is 12i. Je ziet dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 producten die we gaan optellen. De gelijksoortige 1-termen heb ik alvast onderlijnd. Je ziet dat ik ze niet allemaal hetzelfde onderlijn. Die 2i op één manier, de 3i tot de tweede op een andere manier. En we rangschikken 9i tot de derde plus 9i tot de tweede plus 14i plus 8. Oefenen maar!